Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb weer een prachtige out-of-bed look. Die zal ik straks wel even fractioneren. Dat doe ik niet nu. Jordi heeft net zijn fruitje gehad. Ik ben ondertussen de vlog aan het uploaden. Ik zal het even laten zien. Ik ben ondertussen de vlog aan het uploaden. Dit is gewoon zoals wij leven deze vlog. Eten, spelen en dat was het eigenlijk wel. Jordi is ondertussen Boemba aan het kijken. En deed het mama uit aan het lachen. Vindt hij leuk? Hey Jordi? Jordi? Hallo? Hallo? Contact? Zie je, hij wil wel draaien, maar hij kan zijn kop er niet van afhouden. Waar komt hij nou? Baby! Ben je ook een baby? Nee hè, je bent geen baby meer. Maar goed, ik ga nog heel eventjes wat dingetjes doen. Oh, daar kijkt hij weer. Yippie! Ik ga nog heel eventjes een paar dingetjes doen. En dan krijgt Jordi daar zijn flesje en dan gaat hij naar bed. Want hij was moe. En een beetje chagrijnig vanochtend. In de zin van, ik denk dat hij gewoon moe was. Maar ja, hè? Hij is moe geboren, net als zijn moeder. Ik ben ook moe geboren, dus ja. Vanmiddag komt de logopedie langs. Ik weet niet wat we precies gaan doen. Volgens mij gingen we iets doen met drinken, maar ik weet niet precies. Ik ben even een mandarijntje aan het pellen op dit moment. En ik heb Jordi net laten ruiken hoe dat het ruikt. Dus kijken of dat hij het nog een keer doet wat hij deed. Wil je ruiken? Nee, het is niet om te eten, het is om te ruiken. Ik heb een stukje mandarijn ontleed. Er zit geen velletje meer aan, dus alleen dat vruchtvlees. Dus kijken wat hij daarvan vindt. Hij heeft dit nog nooit gehad. Helpen? Proeven dan. Goed zo. Carla, wat ben je aan het doen? Ja, ze is inderdaad een ei aan het uitbroeden. Lukt het een beetje? Je moet erop bijten, hè? Carla. Maar misschien kunnen wij haar wel helpen. Je moet er wel op bijten. Een ei komt uit. Jordi, je moet er wel op bijten. Nee, kijk zo. Kauwen. Blazi, toeti, iggy. Ja, natuurlijk. We moeten met z'n allen naar het ei gaan blazen. Zo krijgt het heel veel warmte en dan moet het ei wel openbreken. Willen jullie mij helpen? Ja? Oké, ik tel tot drie en dan blazen we heel hard naar het ei. Hij keek een beetje zuur. Bravo, Carla. Ik heb nog een stukje. Wat een mooi kuikentje. Kijk hoe lief. Lucy. Dit is ook tevens weer een oefening vanuit de logopedie. Dit is ook tevens een logopedie oefening. Dat hij leert kauwen, zeg maar, op dingen. Omdat uit elk zakje van dat vruchtvlees komt vocht uit. En dat is best wel interessant voor de mondmotoriek. Moet je nog een stukje? Doe nog een stukje. Vind je mandarijntje lekker? Boemba, koppie, koppie. Boemba, idee. Wat is dat nou? Ai, ai, ai. Boemba, sublimo. Boemba, idee. Momento. Boembaloo. Wat gaan ze nou doen? Of ze een idee hebben voor mijn act. En nou lopen ze zomaar weg. Tada! Een springtouw. Wat leuk! Jippa! Oh. Hij gaat lekker slapen. Lekker, lekker puur. Nou, er is iemand wakker hoor. Jordi. Hallo.
Hallo? Goeiedag. Hij wil zichzelf nog niet laten zien, nog. Maar hij zit wel stiekem te lachen. Hallo? Hallo? Kom. Ja. Jordi. Hij is gewoon wakker, maar hij heeft gewoon geen zin. Ik ga hem heel even uit zijn bed halen en zorgen dat hij klaar is voor de logopedist. Nou, logopedist is geweest straks. We hebben van alles geoefend met allemaal drinkbekers en alles. En dat wordt allemaal nog vervolgd. Ondertussen is Niels ook alweer thuis. En is die even lekker aan het spelen met Jordi. Hij zit ook echt te voelen, hè? Zo van, wat zit er toch? Deze twee heren gaan nog even verder spelen met elkaar. En ik ga heel eventjes mijn eigen ding doen. En Jordi ligt lekker te slapen. Die gaat lekker dadelijk naar bed. Dan gaan papa en mama lekker hun eigen ding doen, hè? Een hele goede morgen. Gisteravond hebben we niet de vlog afgesloten. We zijn op een gegeven moment gewoon naar bed gegaan. Hebben niet veel bijzonders gedaan. Jordi en ik hebben vanochtend uitgeslapen. Hij werd op een gegeven moment wakker en toen had ik hem even bij me gepakt. Want hij was aan het huilen. Dus ik had hem even bij me gepakt en geknuffeld. Toen is hij weer in slaap gevallen. En mama, die zat er ook bij te slapen. Dus om 9:30 of zo schrok ik wakker. Toen zat hij zo verliefd naar mij te kijken. Maar goed, hij ligt nou lekker te spelen zoals jullie horen. En ik ga gewoon mijn huishoudelijke dingetjes doen en die dingen allemaal. Ja, er is er eentje wakker. Ja, er is er weer eentje wakker. Goeiedag. Heb je lekker geslapen vanmiddag? Ja. Heel even stoppen met kramen. Maar dan ziet hij de camera en denkt hij, hey, de camera. Heb je lekker geslapen? Dat je lekker geslapen vindt.
Ben je blij? Ben je blij? Ben je blij? Ben je een blij ventje? Dan weet ik lekker vrolijk. Dit had ik een anderhalve week geleden of zo, had ik dit niet kunnen denken. Dat hij zo vrolijk nog wakker ging worden. Want het was iedere keer bekend voor het janken. Ja. Oh, ik hou daar zo van als ik hem hoor lachen. Hij was me aan het roepen. Hij zei... Dat deed jij, hè? Ja. Dat deed jij. Ja. Dus mama dacht, dan ga ik maar naar boven toe, hè? Dan ga ik Jordi maar eventjes bekijken wat hij aan het doen is. Ben je blij? Ben je een blij ei? Ja? Ik ga hem heel even uit zijn bedje halen. Hey, mee uit bed? Dan gaan we even naar beneden toe. En dan ga ik soepie doen! En boem. Heb je geen hoofdpijn nou? Dat ging best hard. Boem. Oh, dan gaat zijn mondje wagenwijd open. Straks toen Jordi wakker is geworden, heb ik hem soep gegeven. En toen zijn we naar de winkel geweest. En nu hebben we inmiddels allemaal gegeten en alles gedaan. Jordi is en in bad geweest. Jordi is in bad geweest. En nu gaat Jordi lekker... slapen. Flesje doen en slapen. Yay! Jordi heeft... Hij is lekker aan het tutteren. Hij is lekker aan het tutteren, ja. Hij heeft de laatste paar dagen heeft hij wat moeite met poepen. Toch? Ik zeg het goed, toch? En hij is... Niet op de gordijn hebt, maar... Nou ja. Hij, het probleem bij Jordi is op dit moment kracht zetten. Papa, doe mij wel corrigeren als ik iets niet goed zeg. Mm-hmm. Het probleem is op dit moment kracht zetten. Dus hij heeft toch nog wel steeds buikpijn. Maar hij poept wel iedere keer iets in zijn luier. Waardoor hij niet in die zin de buikpijn heeft die hij voor zijn dagopname had. Dus Jordi is zo sterk dat ik hem niet in de... Ja, wij noemen het poepmodus, poephouding. Dus met de knie eigenlijk naar de buik toe. Ja, het liefst nog op zijn linkerzijde. Ja, want dan kan hij het beste eigenlijk alles kwijt, toch? Mm-hmm. Nou, en aangezien... Toen lacht hij net. En toen was het ineens een keiharde scheet. En toen zat de gordijn onder. Ja, en wat Niels dus doet, is Niels die heeft daar iets meer kracht voor om hem daarin te helpen. Om hem dan, zeg maar, zijn been goed te houden. Want ja... Jordi snapt natuurlijk niet wat hij moet doen. En dan moeten wij hem vertellen. En Niels die... ja, niet dat hij hem pijn doet of zo. Want pijn doet Niels hem niet. Maar het is wel dat hij hem kan helpen door zijn buik beter te laten aanspannen. En dat hij in ieder geval zijn poep beter kwijt kan. Ja, maar... en hij probeert kracht te zetten. Dus hij probeert eigenlijk zijn... Ik doe zijn benen eigenlijk opvouwen. Ja. En hij probeert zijn hele lichaam te strekken. Ja. Dus heb je heel veel kracht nodig om dan ja, te dus, houden. Dus en ik kan daar dus niet. Dus meestal doet Niels zulke dingen met Jordi. En dat is helemaal niet omdat we Jordi dan pijn doen of zo. Want het is juist iets wat helpt voor hem. Maar straks had hij dus een beetje gepoept. En er zat dus een scheet achter. En daar zat dus vrij veel druk achter. En toen was het splash op mijn gordijnen. Dus ik kan dadelijk mijn gordijn nog uitwassen. Maar ja, hè? Dat zei zo. Maar in ieder geval, Jordi is dus lekker gedoucht nu. Want ja, op het moment dat je poept,
moet je ook meestal plassen. Tenminste, dat is mijn ervaring. En bij Jordi is dat dus ook zo. Dus die had ook alles helemaal ondergeplast en gedaan. Dus, het enige voordeel was dat ik zijn bad al vol had laten lopen. Ja. Dus ik kon gelijk in bad en mag mama het lekker opruimen. Ja, ik heb het allemaal opgeruimd. Alleen moet Niels wel daar het gordijn heel eventjes helpen eraf halen. Zodat ik die even in de wasmachine kan doen. En even uitwassen. Maar ja, hè. Blijven heel de dag aan de gang, hè. 24/7 moeder, hè. En vader natuurlijk. Maar goed. Jordi gaat lekker slapen. En ik ga hier gewoon lekker mijn ding doen. En ja, gewoon huishoudelijke dingen doen. Dingen die ik wil doen, waar ik zin in heb. Ik ben natuurlijk zwanger, dus ik heb de gekste dingen in mijn kop zitten die ik wil. En Niels heeft daar dan toevallig last van. Jordi ligt gewoon lekker te slapen. We hebben hem niet gehoord de hele avond. Nee. Dus we gaan daar heel stil in bed liggen. En als we dan iets zeggen tegen elkaar, dan is het... Shh, niet zo hard, dan hoort hij je dadelijk. Mm-hmm. Dan hoor je in één keer... Buh. Ja, als hij wakker is wel, ja. Maar goed, wij gaan lekker slapen. We hebben niet zo heel veel gedaan. Ik heb gewoon wat huishoudelijke dingen gedaan. Eten voor morgen gekookt. Lekker. Ja. En want morgen moeten we naar mijn neef toe. Die hebben een kindje gekregen in september. En dat is allemaal in verband met Jordi is dat allemaal een beetje... Verlaat. Ja, verlaat. En hebben we daar zo een beetje afgesproken met ze. En daar gaan we morgen gezellig heen. En ja, daarom heb ik al eten gekookt. Ik denk, dan is dat al klaar. En dan gaan we morgen kijken wat de dag ons brengt. Ja. Nou, wij gaan lekker slapen. Welterusten allemaal. Welterusten. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Kijk eens, Jordi. Zeg maar goedemorgen. Ik ben een sneeuwman. Ja, zeg dan maar. Je bent een sneeuwman, hè? Met een wortel in. Olaf. Of hoe dat ding ook heet. Heb je lekker geslapen? Nou, wie zwijgt, stemt toe. Dus hij heeft lekker geslapen. We hebben hem ook wakker moeten maken, dus. Ja. De slaapkop. We hebben hem wakker moeten maken. Maar gisteren had hij al uitgeslapen met mama. Ja, hij had gisteren al uitgeslapen. Ja, we moeten vandaag weg. Dus we moeten een beetje op tijd zijn. Dus er zit er ook een ander ritme in bij Jordi. Maar goed, goedemorgen. En laat de dag maar weer. Nou, na enige ophouden op onthoud zijn we eindelijk onderweg. Jordi had namelijk een poepprobleempje. En dat hebben we even opgelost. En nu zijn we onderweg naar mijn neef. En gaan we eventjes naar ons nieuwe achterneefje kijken. Inmiddels zijn we alweer thuis en Jordi is de hele weg wakker gebleven. Ik ben de piloot! Dat is leuk, hè, in de auto. En hij is nou nog even lekker aan het spelen. En dan de compo even voorbij rennen. En dan dadelijk krijgt hij lekker zijn flesje en pyjamaatje aan. En dan gaat hij lekker naar bedje toe, hè? Vond je het leuk? Neefje te zien. Oh, er is niks aan de hand. Er is niks. Ja, jij schrikt daarvan. Er gebeurt niks. Vond je het leuk je neefje te zien? Hij vond volgens mij wel oké. Okay.
Ja. Hoi, schat. Hoi. Ja, pak hem maar. Pak hem maar. Daar moet hij ook nog even mee kussen. Heb je nou daar al je speelgoed weer lekker gekust? Ja? Oké. Okay. Ruikt het toch lekker? Oh, en scheetjes laten. Goed gedaan. Scheetjes laten. Hallo. Ja. Ben je blij, Jordi? Ben jij een blij, Jordi? Ja. Ja, wil je dat vertellen? Heb je nog meer te vertellen dan? Oh, boe. Zit je verstoppelen dan? Ah, oh, oké. Okay. Vlieg met me mee. Nog een keer. Ah, daar gaat hij weer verstoppelen. En daar is hij weer. Jordi heeft zijn flesje gehad. En hij is nou even mama... Bij mama. Mama gaat hem in slaap toveren. Want daar is mama heel goed in. Die weet precies hoe Jordi in slaap gaat vallen. Toch, mama? Meestal wel, ja. Dus dan gaan wij daar lekker eten. Ons eten gaat nou de oven in. Staat al in de oven. Dan kunnen we daar lekker eten en dan is de avond al zo om. Wij liggen inmiddels lekker op bedje. Ik heb nog wel in de keuken gerommeld. En jij hebt de film gekeken. Ik moest op een gegeven moment een stukje terugspoelen, maar... Ja, je was in slaap gevallen, terwijl ik best wel veel herrie maakte. Maar goed, wij gaan deze ups en down afsluiten. En wij gaan lekker slapen doen. Wel trusten. Morgen weer een nieuwe. Slaap lekker.